ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्ट्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वां सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत्या राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी विखवानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Dank voor om mij uit te nodigen om deze lezing te geven over de Bhagavad Gita, hoofdstuk 18. Dat is ook wel een mooi hoofdstuk, omdat het tegelijkertijd de conclusie en de afsluiting inhoudt van de Bhagavad Gita, het allerbelangrijkste boek wat ooit op aarde verschenen is, gesproken door Krishna zelf, in zijn hoedanigheid als Supreme Personality of Godhead. Wat ik natuurlijk voor ons onbeschrijfelijk en bijna onvoorstelbaar, of niet bijna, helemaal onvoorstelbaar, dat Krishna hier 5000 jaar geleden op deze aarde aanwezig was en toen deze Bhagavad Gita gesproken heeft. Even een twee dingetjes over de Vegetariërsbond. Ik ben daar, ik ben nu 25 jaar, zit ik in het bestuur van de Vegetariërsbond. Ik ben daartoe geïnspireerd door Srila Prabhupada. Prabhupada heeft heel vaak gezegd dat eigenlijk de grootste zonde die mensen begaan, zeker in de westerse wereld en in de westerse cultuur, maar eigenlijk wereldwijd, is het massaal doden van dieren. Het doden van andere levende wezens sowieso is het ergste wat iemand kan doen in karmische termen. En als we erin slagen om het doden van dieren op zo'n massale industriële schaal, als we dat kunnen terugdringen, dat een enorme verbetering zal inhouden in het karmische klimaat op deze aarde. En we weten natuurlijk ook dat ook het Krishna-bewustzijn uiteindelijk alleen maar kan gedijen en kan groeien als er ook een soort van sattvische basis is. En als de samenleving te, ja, noem het maar demonisch, te materialistisch en te veel dingen doet die dusdanig karmisch negatief zijn, dan is het heel moeilijk om het Krishna-bewustzijn als de ultieme vervolmaking van ons bestaan op deze aarde
Omdat Krishna-bewustzijn hier op een serieuze manier te kunnen neerzetten en te laten ontwikkelen. Dus ik zie het vegetarisme als een stepping stone, uiteindelijk om een vruchtbare grond te creëren, uiteindelijk om het Krishna-bewustzijn te kunnen verspreiden op grote schaal. En wat dat betreft is de ontwikkeling in de afgelopen 10 jaar, als ik kijk naar de opkomst van het vegetarisme, van het veganisme, is werkelijk fantastisch te noemen. Het wordt gedreven door heel andere factoren, klimaatverandering, voedsel efficiëntie en productie. Dierenleed zijn natuurlijk hele belangrijke factoren. Maar wat ook de argumenten maar zijn, gewoon het feit dat dit gebeurt en dat... Vroeger, als je vegetariër was, dan was je een hippie, was je een geitenwolle sokkenfiguur. En tegenwoordig ben je vegetariër, dan ben je cool, dan ben je hip, dan ben je oké. Okay. En het is wat dat betreft een fantastische kanteling om die omwenteling mee te kunnen maken in de samenleving. Dus dat is heel positief. Tweede punt, even over mijn boek. Ik heb inderdaad enkele jaren geleden een boek geschreven, dat heet Intelligentie of Chaos. Dat gaat over... eigenlijk de strijd tegen het atheïsme en de argumenten die atheïsten gebruiken om het theïsme onderuit te halen. Mijn boek is erop gericht om precies het tegenovergestelde te bewerkstelligen en te laten zien op basis van eigenlijk puur wetenschappelijk, natuurkundig, kosmologisch, wetenschappelijk bewijs aan te tonen dat het universum onmogelijk bij toeval heeft kunnen ontstaan. Die kans is niet klein of heel klein of extreem klein, maar hij is gewoon onmogelijk. En dit is volgens de wetten van de natuurkunde en de wiskunde. Het is een heel krachtig gegeven. Dat is eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis dat wetenschap dusdanig ontwikkeld is, dat ze nu eigenlijk zo diep doordringen in de onderliggende realiteiten waar de materiële wereld uit opgebouwd is, dat ze niet anders dan tot de conclusie kunnen komen dat die complexiteit die wij terugvinden in het stoffelijk heelal, die complexiteit die is dusdanig groot en dusdanig georganiseerd dat het onmogelijk is dat het bij toeval heeft kunnen ontstaan. Maar ik kom daar later wel op terug. Het onderwerp vandaag is de 18e hoofdstuk van de Bhagavad Gita. Nou, we weten natuurlijk allemaal inmiddels wat de Bhagavad Gita is. The Song of God, het lied van Krishna, wat Krishna gesproken heeft 5000 jaar geleden op het slagveld van Kurukshetra. Eigenlijk een hele absurde situatie, hè, waar het allerhoogste spirituele filosofie uiteengezet wordt in een situatie die eigenlijk volledig tegenovergesteld is, namelijk een slagveld waar mensen elkaar afslachten en de meest verschrikkelijke dingen doen. Onderschat die oorlog niet. Alle oorlogen zijn verschrikkelijk. Ook die oorlog die was verschrikkelijk. Tegelijkertijd is Krishna in staat om binnen die surrealistische situatie, waar Arjuna op een gegeven moment uitgedaagd wordt om te vechten, wat hij moet doen, hij moet het land verdedigen, hij moet rechtvaardigheid verdedigen, hij moet de dynastie verdedigen tegenover mensen die puur materialistisch gemotiveerd zijn, op macht belust zijn, de Pandava's versus de Kuru's, die ontspoord zijn, die dynastie is ontspoord, die zijn niet meer geïnteresseerd in spirituele waarden en die zijn alleen maar uit op macht. En Arjuna vertegenwoordigt dan het goede, de principes van rechtvaardigheid. Die principes die ook in deze materiële wereld nog steeds gelden. Ondanks dat deze materiële wereld natuurlijk een aparte creatie is van Krishna. Maar die wel degelijk bestaat, die wel degelijk echt is. En die ook op de juiste manier behandeld moet worden. En dat is eigenlijk waar de Bhagavad Gita volledig over gaat, van hoe moeten wij als levende wezens die geconditioneerd zijn, gevallen in deze materiële wereld terechtgekomen zijn, hoe moeten wij handelen om dit bestaan zo succesvol mogelijk te maken met als uiteindelijke doel de realisatie dat we niet thuis horen in deze materiële wereld en dat we terug moeten keren naar Krishna, naar Vaikuntha. En dat is ook kort gezegd de missie geweest van Srila Prabhupada om het Vaishnavisme over de rest van de wereld te verspreiden.
met de boodschap Back to Godhead. Hè? Dat was ook de naam van zijn tijdschrift destijds, wat nog steeds bestaat natuurlijk, de ISKCON-publicatie, Back to Godhead. Terug naar Krishna, terug naar God. Ja, dat is waar het 18e hoofdstuk met name over gaat. En Krishna begint het 18e hoofdstuk. Het hoofdstuk heet de vervolmaking van de onthechting. Of de volmaakte onthechting. In het Engels heet het de perfection of renunciation. Onthechting. Dat is eigenlijk waar het per saldo en per definitie om gaat. Willen wij uit deze wereld komen, dan is natuurlijk, en dat is ook heel logisch, ja, dan moet je wel onthecht raken van deze wereld. De reden dat wij in de cyclus van geboorte en dood, samsara, zitten, is omdat we gehecht zijn aan dit bestaan. We zijn gehecht aan dit lichaam, we zijn gehecht aan de geneugten en de voordelen en de comforts en die wij ervaren in deze wereld. We zijn gehecht aan onze status in deze wereld. En door die gehechtheid worden wij voortdurend weer teruggeworpen op het proces van reïncarnatie, opnieuw geboren worden, leven na leven na leven. Dat proces van samsara, reïncarnatie, geboorte en dood, dat is een ijzeren wet die samen met de wetten van karma alles reguleren wat hier gebeurt in het stoffelijk universum. En ja, en de essentie van spiritueel bewustzijn is de realisatie A, dat wij hier eigenlijk niet thuis horen in deze wereld. En B, dat er dan een methode moet zijn waarom wij A, begrijpen waarom we hier zijn en B, hoe we eruit kunnen komen. Nou, Krishna legt dat uit. Hij begint daar in de eerste tekst al van het 18e hoofdstuk, zegt hij van, hij praat over wat is onthechting. En dan geeft hij aan dat er drie soorten onthechting zijn. Nou, die drie soorten, dat zijn de drie hoedanigheden, de three modes of nature, sattva, rajas en tamas, die we allemaal inmiddels ongetwijfeld kennen. Die zijn, ook in het 18e hoofdstuk komt dat thema over de drie hoedanigheden van de materiële natuur en de effecten die die hebben op ons bewustzijn, op ons handelen, op de manier waarop we bestaan, onze voorkeuren, afkeuren, dat komt overal voortdurend in terug. Wat zijn nou eigenlijk, het is wel belangrijk om daar even op in te gaan, wat zijn nou eigenlijk die drie hoedanigheden? Wat zijn dat een soort van abstracte krachten? Zijn dat, is dat iets ongrijpbaar? Is het een energietoestand? Wat is het? Nou, in de kern, en dan moeten we even teruggaan tot de essentie van het Krishna-bewustzijn, namelijk de realisatie dat wij omringd zijn door spirituele energie. Krishna bestaat en Krishna heeft een energie, zijn emanaties. Die energie is in de kern spiritueel en die wordt Sat-Chit-Ananda genoemd. Sat betekent hij bestaat eeuwig. Chit betekent dat hij puur bewustzijn is, pure intelligentie, pure emotie. En Ananda betekent dat hij bovendien blissvol is. Hij is vol gelukzaligheid. Dat is eigenlijk de normale zijnstoestand van alles in de schepping van Krishna. Wij zijn als geconditioneerde zielen, op een of andere manier hebben wij in onze eeuwige reis, ons eeuwige bestaan, een keuze gemaakt om wat meer onafhankelijk te raken van Krishna. Een stukje eigen macht te kunnen proeven. De strijd die we ook in deze wereld zien, is vaak een strijd tussen liefde aan de ene kant en macht aan de andere kant. Ik vat dat samen met de macht van de liefde versus de liefde voor macht. De macht van de liefde is uiteindelijk de perfectie. Dat is hoe de spirituele wereld, dat is hoe Vaikuntha in elkaar zit. En dat is de samenhang van alles in de schepping. De liefde tussen de schepper en zijn schepping. De liefde tussen de schepsels onderling. Liefde is de bindende kracht die uiteindelijk de perfectie vertegenwoordigt van het bestaan en waar we allemaal naar hunkeren. Want liefde betekent ook tegelijkertijd de allerhoogste vorm van gelukzaligheid. En dat is wat we allemaal willen. Iedereen wil gelukkig zijn. Ananda. Als wij de keuze maken om meer richting macht te gaan,
Kijk, macht is ook een attribuut van Krishna. Krishna heeft de zes grote attributen. Hij wordt Bhagavan genoemd. Hij die vol is van alle opulences, alle prachtige attributen. Waaronder schoonheid. Krishna is oneindig mooi, schoon, aantrekkelijk. Alaantrekkelijk, hè? Dat is letterlijk de betekenis van het woord Krishna, de alaantrekkelijke. Hij is oneindig intelligent. Hij is oneindig vervuld van zichzelf met totale ananda, bliss. Dus hij is ook daardoor onthecht. Tegelijkertijd is hij oneindig beroemd en bekend. Is hij oneindig rijk, want hij bezit alles. En is hij tegelijkertijd oneindig machtig. Nou, in dat spectrum van zes attributen van Krishna, de zes kwaliteiten van Krishna, elke levende ziel, elk deeltje van Krishna is aangetrokken tot al die attributen. Maar met ons bewustzijn kunnen we ook keuzes maken. Soms zijn we wat meer aangetrokken tot het attribuut van schoonheid en liefde. In andere situaties kunnen we wat meer aangetrokken raken tot het attribuut van bijvoorbeeld macht en power. Als de ziel op een gegeven moment aangetrokken wordt tot macht, dan is het verschil eigenlijk een beetje, en Prabhupada die legt dat ook uit, dat eigenlijk elk levend wezen in deze wereld is gehecht aan Krishna, is verliefd op Krishna, houdt van Krishna. Alleen houdt hij van Krishna als de oorspronkelijke schepper, als de oorsprong van alles, of houdt hij van Krishna in de vorm van de energie van Krishna? Want als wij in deze materiële wereld leven en we zijn ook bekoord door dingen in deze wereld, wat voor mooie dingen of schijnmooie dingen we ook maar tegen kunnen komen, dat is allemaal energie van Krishna. Dus we zijn altijd verliefd, gehecht op Krishna. Of rechtstreeks, of indirectstreeks, via zijn energie. Nou, dat is het grote dilemma waar we eigenlijk, en Prabhupada heeft het ook uitgelegd, eigenlijk moeten we onze liefde en onze aantrekking tot de energie van Krishna uiteindelijk weer verplaatsen naar Krishna zelf, die de bron is van al die energie. En dat is natuurlijk ook maar logisch. Als je waardering hebt voor iets, dan heb je natuurlijk nog meer waardering voor degene die dat geschapen of gecreëerd heeft. Nou ja, macht doet ons afdwalen van Krishna, waar we eigenlijk zelf gericht raken in plaats van op Krishna gericht zijn. En dat is een van de kenmerken van liefde. Liefde en totale overgave betekent dat je volledig geabsorbeerd bent in het object van liefde en niet aan jezelf denkt. Als je met macht bezig bent, dan draait dat om. Dan ben je meer geneigd om aan jezelf te denken en je eigen macht en je eigen positie. Nou, het moment dat een levend wezen besluit om zich te richten op macht, kan hij in de materiële wereld terechtkomen. Nou, dan betekent niet gelijk dat hij naar de hel gaat. Het kan betekenen dat hij eerst op de hemelse planeten terechtkomt, daar zijn macht, extra macht krijgt van Krishna, maar om die macht te gebruiken in dienst van Krishna, zoals Brahma. Die heeft macht gekregen om een universum te scheppen en in stand te houden. En die macht gebruikt hij, dat is een, moet je voorstellen, wat voor macht dat is. Wij raken al onder de indruk als we de premier van Nederland tegenkomen of de president van de Verenigde Staten. Dat zijn machtige mensen. Dan moet je voorstellen dat jij de macht hebt dat je een heel universum bestuurt. Onvoorstelbaar. Maar die wezens, zoals Brahma, halfgoden, devas, die zijn er. Maar die gebruiken die macht in dienst van Krishna. Dus eigenlijk is er dan nog niet zo heel veel aan de hand. Moment dat wij meer verstrikt raken in het genot wat die macht met zich meebrengt en dat ons willen toe-eigenen, dan ontstaat de valstrik. Dan worden we verstrikt in de wetten van karma. Want de kern van karma is dat wij macht uitoefenen die we eigenlijk niet mogen hebben, waardoor we andere wezens negatief beïnvloeden. Waardoor we andere wezens pijn doen. En het moment dat wij onze macht uitbreiden op een dusdanige manier dat andere wezens daardoor lijden, dan ontstaat de karma. Nou, dan geleidelijk aan dalen we af in de lagere regionen van het universum. En dan kunnen we terechtkomen op een planeet aarde of nog erger. Wat veroorzaakt dat? Het is uiteindelijk, en dan kom ik terug op die drie hoedanigheden.
Het heeft te maken met ons niveau van bewustzijn. Op het hoogste niveau, het spirituele bewustzijn, is ons bewustzijn zuiver. Het moment dat wij eigenlijk gecontamineerd worden door machtsverlangen, dalen we geleidelijk af. Eerst, hè, die halfgoden, die gebruiken die macht in dienst van Krishna, dat is sattvies, dat is oké. Maar naarmate we meer verstrikt raken in het verlangen naar macht en het genot van die macht, raken we verstrikt in hartstocht, rajas en uiteindelijk in tamas. En telkens dalen wij af naar een lager bewustzijnsniveau. Dus in de kern, dan kom ik terug op het punt wat ik wilde maken. In de kern betekent die drie hoedanigheden van sattva, rajas en tamas niet anders dan verschillende bewustzijnsniveaus. Deze hele stoffelijke wereld uiteindelijk is gecreëerd door Krishna om ons verlangen, ons bewustzijnsniveau te accommoderen. En binnen deze stoffelijke wereld zijn er dan weer allerlei niveaus die ook weer aangepast zijn aan onze bewustzijnstoestand, waardoor we terechtkomen in verschillende levenssferen. En zo is elke planeet, elke regio in het universum wordt gedomineerd door een mengeling van die drie krachten, die drie verschillende bewustzijnsniveaus die met elkaar wedijveren. En het is nooit puur clean dat we alleen maar sattvies, alleen maar rajas, alleen maar tamas. Het is altijd een mengeling, maar er ligt ook altijd een accent. Ligt het accent op sattva, ligt het accent op rajas of tamas. Nou, dat is eigenlijk wat Krishna in de hoofdstukken, eigenlijk van je kunt zeggen van hoofdstuk van tekst 1 tot en met tekst 18 in de Bhagavad Gita. Die eerste 18 teksten die gaan eigenlijk daarover, hoe die hoedanigheden zich manifesteren. Bijvoorbeeld op het gebied van plicht, op het gebied van handelen, op het gebied van onthechting, op het gebied van intelligentie. Al die facetten van ons bestaan, die worden beïnvloed door die drie hoedanigheden. Nou, wat Krishna verder uitlegt, is dat de bedoeling is dat door het volgen van de Vedische principes en Bhakti Yoga, wij geleidelijk aan vanuit tamas naar rajas en van rajas naar sattva en uiteindelijk van sattva uit kunnen komen op zuivere toegewijde dienst. En dat is wat het hele proces eigenlijk inhoudt. Nou, zo gaat hij dus, legt hij uit hoe al die verschillende facetten van ons bestaan, onze kennis, onze activiteiten, de manier waarop we handelen, onze gehechtheid, onze gehechtheden, al die verschillende aspecten van ons bestaan worden beïnvloed door die drie hoedanigheden. En Krishna legt uit hoe we daarmee om moeten gaan, hoe we ze kunnen herkennen, wat de eigenschappen zijn van die hoedanigheden en hoe we daarmee om moeten gaan. Daar vervolgens praat hij over de positie van het levend wezen in deze materiële wereld en de handelingen die wij verrichten. Want wij moeten allemaal handelen. Elk levend wezen moet handelen. Dat kan niet anders. Dat is onze natuur, dat is onze aard. Nou, hoe handelen wij dan vervolgens? Dan legt hij uit dat er in elke handeling dat er 5 ingrediënten zijn. Dat legt hij uit in tekst 13 tot 18... Namelijk de plaats van de handeling, degene die de handeling verricht, de zintuigen die daarbij gebruikt worden, de inspanningen die verricht worden en uiteindelijk de superziel die zich in het hart bevindt en uiteindelijk ons de informatie en de kennis en de faciliteiten geeft überhaupt om te handelen. Nou, wat is nou een van de illusies van een jiva, van een levend wezen in deze wereld, is dat als hij handelt, hij denkt dat hij degene is die alleen maar verantwoordelijk is voor zijn handeling. Hij is degene die handelt. Hij is de doener. En dat is heel erg ook een staat van bewustzijn die door hartstocht gedomineerd wordt, door rajas. Wij kunnen dingen doen, we kunnen dingen voor elkaar krijgen. Het is aan ons, wij hebben de macht. Dus macht speelt daar weer een hele belangrijke rol in, zoals je ziet. Alleen wat Krishna uitlegt, is zegt, ja, dat is ook niet waar. Want realiseer je allereerst dat zonder de superziel en zonder de uiteindelijke kennis en informatie die we van hem krijgen, we helemaal niets zouden kunnen doen. Kijk naar, ik vind het altijd een prachtig voorbeeld als je naar de dierenwereld kijkt. Als je ziet
hoe mijn dochter heeft een kat hier in huis. Nou, ik kijk dan altijd met veel genoegen en plezier, met verbazing ook naar de handelingen van zo'n kat. Want ja, je weet, die kat die zit geen boeken te lezen, die is geen handleiding aan het volgen van hoe moet ik me gedragen als kat. Hoe kan ik een goede kat zijn, een slechte kat zijn? Hij handelt gewoon. En waar komt die kennis vandaan? Hij doet soms dingen van je ziet, ja, dat beest is echt intelligent. Hij begrijpt hoe hij een deur open moet doen of ergens iets moet grijpen of een blok kaas ergens vandaan slepen of weet ik veel wat hij allemaal doet. Maar je ziet dat dat beest uitermate op zijn manier intelligent is. Maar waar komt die intelligentie vandaan? Hoe wordt zo'n beest nou eigenlijk bestuurd? Nou ja, Prabhupada heeft dat uitgelegd en het is ook wordt dat natuurlijk uiteengezet in de Vedische literatuur. Hoe elke ziel uiteindelijk bestuurd wordt door de superziel. Nou, waar er bij mensen nog een laagje intellect tussen zit, waardoor wij zelf dingen kunnen beoordelen, beslissingen kunnen nemen, nadenken. Een kat heeft dat natuurlijk niet of nauwelijks. Waardoor die puur intuïtief handelt op basis van wat wij instinct noemen, maar eigenlijk in zijn kat zijn voortdurend het juiste doet. Nou, dat is de superziel die dat aanstuurt. En dat geldt voor ons mensen ook. Maar wat ik zeg, bij ons zit er een laag tussen. Wij hebben intellect. Dat wordt in de Vedanta Sutra uiteengezet. Atato, Brahma, Jigyasa. Wij hebben een menselijk lichaam. En dat menselijk lichaam onderscheidt zich van dieren, dat wij wel kunnen nadenken over de dingen die we doen of niet moeten doen. Dat we een geweten hebben wat meer ontwikkeld is. Dat we niet puur intuïtief en instinctief handelen. Maar dat we ook een besef hebben van wat goed is, wat kwaad is, wat juist is, wat niet juist is. Dus die superziel is van enorm belang. Die geeft ons de mogelijkheid om überhaupt te bestaan, maar ook bewust te zijn, na te denken, te handelen, et cetera. Dus het idee dat wij de doener zijn van alle dingen is alleen al op dat punt dwaas. En daarnaast zien we dat eigenlijk alles een combinatie is van dingen. Het is je kunt zeggen een team effort. Ons bestaan in deze wereld is een inspanning van de superziel, van Krishna, van de halfgoden, van onszelf, van onze medemensen. Dus het idee dat wij volledig onafhankelijk kunnen bestaan en kunnen dingen kunnen doen naar ons believen, zonder iets ons te moeten aantrekken van iemand anders, dat we daarin helemaal vrij zouden zijn, is natuurlijk een totale illusie. En dan kom ik weer terug op het punt van macht. En macht betekent ook het verlangen naar macht. De reden dat we hier in deze wereld terechtgekomen zijn, het verlangen naar macht, heeft ook iets te maken met het verlangen naar vrijheid. Het idee dat ik me aan niemand hoef te conformeren. Ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen. Ik ben God, ik kan doen wat ik wil. Dat is uiteindelijk in de meest perverse vorm, als de ziel de materiële wereld invalt, dan is niet onmiddellijk die realisatie daar, maar op den duur, het verlangen naar macht kan hem dusdanig contamineren, dat hij ook daadwerkelijk gaat denken dat God niet bestaat, ik ben God. Nou ja, dan kom je uit op het terrein van het atheïsme, het terrein van de totale illusie over wat wij hier in deze wereld betekenen, waar we vandaan komen. Nou, dat wordt natuurlijk door atheïstische filosofen en wetenschappers allemaal keurig netjes ingevuld. En met een evolutieleer, het ontstaan uit een Big Bang die uiteindelijk uit het niets is voortgekomen. En ja, het feit dat we hier zijn, dat is gewoon een mooi evolutionair ongelukje geweest. Want zoals atheïst Richard Dawkins zegt, de meeste mensen bestaan nooit, die worden nooit geboren. Dus alleen al het feit dat wij mogen bestaan in het materiële universum, ondanks dat het puur toeval is, ondanks dat het geen enkele zin heeft, ondanks dat het voor de meeste mensen toch over het algemeen niet een hele gelukkige journey is, maar vol met lijden en ellende en problemen. Maar het feit dat wij dit mee mogen maken, terwijl de rest van de oneindigheid dat nooit mee mag maken, dat is al een voorrecht dat wij dit kunnen meemaken. Nou, dat is dan de atheïstische visie die ons dan een soort gevoel moet geven van, nou ja, het is toch niet helemaal zinloos wat we allemaal meemaken in deze wereld. Nou ja, dat is natuurlijk een onzinredenering, want het is volstrekt onjuist. We zijn niet voortgekomen uit een evolutionair ongeluk. Het universum is niet ontstaan uit het niets. Het universum heeft een heel specifiek doel en is op een hele ingewikkelde manier geconstrueerd, uiteindelijk om ons te kunnen faciliteren. Zoals Krishna ook uitlegt in de Bhagavad Gita, er zijn twee soorten zielen. Zielen die nog aan het afdalen zijn en hun geluk zoeken in deze materiële wereld.
En uiteindelijk de andere type zielen die dat allemaal gedaan hebben, geprobeerd hebben en hun neus gestoten hebben, zich realiseren dat er eigenlijk hier niets te halen is en dat we maar uiteindelijk één ding kunnen doen, is proberen zo hard mogelijk te werken om weer terug te keren naar Krishna. Dus nee, dat is wat Krishna probeert uiteen te zetten hier, dat wij niet onafhankelijk zijn, dat wij niet de doener zijn, dat er allerlei krachten zijn die ons leven bepalen waar we geen controle over hebben. Of je nou, hoe atheïstisch je ook bent, dat feit moet je gewoon onder ogen zien. En dat we zeer kwetsbaar zijn en dat ons bestaan ook heel kwetsbaar is. Elk moment kan er iets gebeuren waardoor ons leven ophoudt of dramatisch verandert. Of weet je, we hebben weinig controle over dingen. Zo Krishna probeert dat uit te leggen en zegt, oké, gegeven deze informatie, ja, wees dan ook onthecht. Hecht je niet zozeer aan de uitkomst van dingen, hecht je niet zozeer of het nou goed of slecht is, doe gewoon wat je moet doen. En dat is ook natuurlijk in specifiek de hele discussie tussen Krishna en Arjuna, waar Krishna voortdurend benadrukt, je moet je plicht doen, je bent een ksatria, je hebt de taak om je land te verdedigen, om rechtvaardigheid, de principes van law and justice, om die te verdedigen. En dat moet je doen, die taak die moet je uitvoeren, maar doe dat dan in het bewustzijn dat je dat uiteindelijk voor mij doet, doe dat vanuit de visie van devotie en vanuit de visie van plicht, zonder dat je gehecht bent aan het resultaat, of het nou wel of niet lukt. Daar moet je gewoon boven staan. Dus dat is sowieso een wijze les voor iedereen. Ook mensen die niet per se heel erg bezig zijn met spiritualiteit en religie weten dat als je succesvol wilt zijn in het leven, dan moet je hard werken, maar dan moet je ook een beetje onthecht zijn. Je moet tegenslagen kunnen incasseren en gewoon doorvechten. En eigenlijk een beetje staan boven de dualiteiten van succes en failure. Ik ben zelf enkele tientallen jaren bezig geweest als ondernemer. En ik weet ook dat je als ondernemer successen kunt hebben, maar je kunt ook falen. En vaak ligt die scheidslijn tussen het succes en het falen, dat is een hele dunne. En eigenlijk het succes, het echte succes is dat je voortdurend in staat bent om het falen wat je meemaakt en de tegenslagen die je meemaakt, om daartegen terug te vechten. En als je dat maar lang genoeg doet en met doorzettingsvermogen en met intelligentie, dan kun je uiteindelijk succesvol worden, ondanks alle failures en al het falen wat je hebt. Maar dat vergt ook een mindset. Het vergt ook een toestand van bewustzijn, waarin je eigenlijk onthecht bent. Je werkt hard, je hebt een doel, maar je moet een doel hebben zonder echt een doel te hebben. En topsporters bijvoorbeeld weten dit ook. Dat als jij te gehecht bent om te winnen, dan kun je door nervositeit of door overambitie kun je juist slecht performen. Terwijl als je geen motivatie hebt, zul je ook niet performen. Het is in de topsport, dat is een bekend fenomeen, dat er allerlei psychologen bezig zijn om een topsporter in die mindset, in die bewustzijnstoestand te krijgen, dat hij net die ambitie en agressie heeft om zijn doel te bereiken, maar tegelijkertijd ook weer daaronder onthecht is of het wel of niet lukt. En als je die toestand bereikt, dat is heel subtiel, maar dan kun je excelleren en dan kun je enorme successen boeken. Maar dat is een kunst. Krishna is die kunst aan het uitleggen in de Bhagavad Gita. En dat geldt niet alleen voor sporters, maar dat geldt voor elk aspect van ons leven. Hoe wij succesvol in het leven kunnen staan. Dan komen we bij tekst nummer 36. En dus al deze verschillende eigenlijk de eerste 35 teksten in hoofdstuk 18 gaan over de interactie tussen de drie hoedanigheden, sattva, rajas en tamas, en hoe die interacten met onze intelligentie, met onze vastberadenheid, met onze manier van handelen, met het soort kennis wat we hebben. En Krishna legt dat uit op verschillende manieren, vanuit verschillende gezichtspunten, hoe we daarmee om moeten gaan. Echt een fantastisch insight, een fantastische inkijk in kennis. Dan komen we uit op een heel belangrijk punt. Dat is, vind ik toch wel een van de kernsloka's van het 18e hoofdstuk, waar Krishna praat over drie soorten geluk. Nou komen we uit op het punt wat ik eerder noemde, dat elke ziel
in zijn diepste wezen doordrongen is van het verlangen om gelukkig te zijn. Dat is zo diep geworteld dat wij daar nooit omheen kunnen. De grootste psychologen in de geschiedenis en filosofen in de geschiedenis en in de westerse geschiedenis, die hebben dat ook gesteld. Dat elk mens is op zoek naar maar twee dingen. Hij wil gelukkig zijn en pijn vermijden. Dat zijn de twee meesters. Hij noemde dat de Amerikaanse filosoof of Engelse filosoof Jeremy Bentham. Die noemde dat de twee meesters aan wie wij allemaal onderworpen zijn. De meester van het verlangen naar geluk en de meester van het vermijden van pijn. Dat is waar we eigenlijk allemaal bewust of onbewust mee bezig zijn. Elke dag. Elke minuut van de dag. Dat is hoe ons leven gedomineerd wordt. Daar kunnen we niets aan doen, want onze aard is Satchit Ananda. Wij zijn in de kern gelukkig. We zijn wezens die in zijn oorsprong de staat van gelukzaligheid permanent en op een natuurlijke manier ervaren. Alleen door onze val in de materiële wereld is die ervaring, in ieder geval tijdelijk zijn we die kwijtgeraakt. En daar zijn we weer wanhopig naar op zoek. En Krishna zegt daar, er zijn drie soorten van geluk. Het eerste geluk is in de hoedanigheid van sattva, is dat datgene wat vergif is in het begin, wordt nectar op het einde. Dat is spiritueel geluk, gedomineerd door sattva. Dan heb je rajas, dat is datgene wat nectar is in het begin, wordt vergif op het einde. En dan heb je tamas. En dan is er nog nectar, nog vergif. Het is alleen maar vergif, want het is totale verwarring en onwetendheid. En er is een hele mooie, psychologisch gezien, ook een hele diepe uitspraak van Krishna. En er zijn heel veel andere filosofen die daar ook op andere manieren op gecommentarieerd hebben en daar verschillende versies van gegeven hebben. En maar dat het aardse geluk inderdaad veelal bepaald wordt, datgene wat ons nectar geeft in het begin, maar uiteindelijk leidt tot vergif. Dat kan betekenen allerlei vormen van zintuigelijk genot, allerlei vormen van verslaving, die in het begin heel erg prettig zijn, maar naarmate je er verder in verstrikt raakt, op een gegeven moment iemand volledig miserabel maken en zelfs tot de dood kan leiden. Terwijl we aan de andere kant weten dat eigenlijk alle goede dingen die we willen in het leven in het begin niet makkelijk zijn. En vaak een beetje giftig smaakje hebben van, oeh, dat wil ik niet. Sadhana Bhakti is daar een voorbeeld van. De regels volgen van het Krishna bewustzijn, de vier regulerende principes volgen. Dat zijn allemaal dingen die niet prettig zijn, zeker niet in het begin. Maar als we ze consistent beoefenen, dan merken we op een gegeven moment dat datgene wat in het begin zo pijnlijk of onaangenaam was op den duur, heel erg aangenaam wordt. En dat is het moment dat we eigenlijk het niveau binnentreden van sattvisch geluk. En als we dat combineren met toegewijde dienst, dan wordt dat sattvische geluk, dat wordt uiteindelijk puur spiritueel en devotioneel geluk. Dus dit is die tekst 36 tot 39, waar Krishna dat uiteenzet. Het is zo'n diepe waarheid en het is zo van toepassing ook op allemaal ons dagelijks leven. Het is een van de mooie dingen van de Bhagavad Gita. De Bhagavad Gita is een boek, ik heb vroeger de Bijbel ook bestudeerd, de Koran. Maar het soort informatie wat je hierin vindt, wat zo praktisch toepasbaar is, wat niet alleen maar gaat over geschiedenis en stammen die met elkaar vochten in het Midden-Oosten en het beloofde land. Niet om het christendom hier af te vallen, want uiteindelijk elke religie die in de kern het bestaan van God accepteert en mensen, zoals Jezus Christus, ertoe brengt om God te dienen, dat is de kern, dat is positief en dat kunnen we ook waarderen. En de Prabhupada heeft dat ook altijd gezegd. We zijn geen Krishna-bewustzijn, Vaishnavisme is geen sectarische religie die andere religies afwijst. Maar we kunnen wel erkennen dat er verschillende kennisniveaus zijn. Nou, als je deze kennis die in de Bhagavad Gita uiteengezet wordt, die zo van toepassing is, zoals deze, ik vind het een van de mooiste uitspraken. That which is nectar in the beginning becomes poison in the end. And that which is poison in the beginning becomes nectar in the end. Ik vind het fantastisch en het is zo waar. We maken het elke dag
zelf mee, wij zelf, onze omgeving. Het is briljant, in andere woorden. Dan gaat Krishna in tekst 40, komt hij weer terug op die drie hoedanigheden. En dan zie je hoe belangrijk die drie hoedanigheden zijn. Nou, Krishna praat over dat zelfs de vier varna's, de brahmanen, de kshatriya, vaishya's en sudra's, de vier grote sociale klassen, wat heel vaak ook in de westerse wereld verkeerd begrepen wordt, dat dat een soort rigide systeem is waar mensen ingepast moeten worden, uiteindelijk om hun machtspositie te beperken en te consolideren, is volstrekt niet waar. Het zijn gewoon ook daar weer de natuurlijke talenten die mensen meekrijgen door de combinatie van die drie hoedanigheden. Elk mens heeft zijn unieke karma en door ons unieke karma, dat wordt gevormd door die drie hoedanigheden, sattva, rajas en tamas en de accenten die daar gelegd worden, ontwikkelen we verschillende persoonlijkheden, waarbij sommige mensen intellectueel georiënteerd zijn, andere mensen heel praktisch en ook, martial krijgshaftig georiënteerd zijn, waar andere mensen economisch georiënteerd zijn, andere mensen gewoon een dienende rol hebben, wat helemaal niet een rigide systeem is waar mensen per se in moeten passen, maar dat zijn gewoon de natuurlijke talenten die mensen hebben. En wat Krishna voortdurend zegt is, handel overeenkomstig je natuurlijke talenten. Probeer niet dat te doen wat je niet kan of waar je niet voor geschikt bent. Dat is een van de allereerste realisaties die we moeten hebben als we met Krishna-bewustzijn bezig zijn. Is een eerlijke self-appraisal, een self-analyse van waar sta ik? Waar ben ik goed in? Waar ben ik slecht in? Het is hetzelfde, ja, gewoon in de samenleving. Als je op zoek bent naar een baan en je bent aan het solliciteren, dan word je dat ook gevraagd. Oké, je wilt dit of dat worden. Je wilt directeur worden of je wilt financieel directeur worden. Nou, leg nou eens uit, waar ben je goed in en waar ben je slecht in? Dat zijn allemaal dingen die we begrijpen. Die dingen die Krishna 5000 jaar geleden uitlegde, volledig van toepassing zijn op onze huidige moderne samenleving. Inclusief internet en social media platforms en alles wat erbij hoort. Op dat punt is er wezenlijk helemaal niets veranderd. Waar zijn we goed in? Waar zijn we slecht in? En dan begrijpen, als we onze zwakke punten weten, dan weten we ook hoe we die moeten kunnen aanvullen. Als we onze goede punten weten, dan weten we ook hoe we die kunnen versterken. En dan weten we ook hoe we kunnen handelen op een dusdanig manier dat we optimaal succesvol zijn in dit leven, ook materieel gezien. En dat succes en het handelen conform jouw aard leidt er ook toe dat het makkelijker is voor jou om het Krishna-bewustzijn te accepteren. Omdat je, zeg maar even populair, goed in je vel zit. Nou, dat zijn hele praktische dingen die Krishna uitlegt in de Bhagavad Gita. En nogmaals, ja, 5000 jaar geleden gesproken, maar had gisteren gesproken kunnen zijn. En volledig van toepassing op mensen, ook nu, anno 2021, in deze samenleving met al zijn complexiteiten. En daarom is ook een misverstand, hè, dat Varnashandharma, dat is een ding dat we opnieuw moeten introduceren in de samenleving om die Krishna bewust te maken. Nee, dat heeft er eigenlijk helemaal niets te maken. Het Varnashandharma systeem bestaat al. Je hebt automatisch al mensen die goed zijn in bepaalde dingen. En ook in onze westerse samenleving, ook in ons educatieve systeem, houden we daar rekening mee. We kijken naar kinderen, naar hun talenten. Oké, die moet dat soort opleiding volgen, die moet dat soort opleiding volgen, die moet dat soort opleiding volgen. En natuurlijk, in ons moderne onderwijssysteem ontbreken er een aantal cruciale facetten, zoals bijvoorbeeld persoonlijkheidsontwikkeling en spirituele ontwikkeling, waar nauwelijks of geen aandacht aan besteed wordt. En waar we natuurlijk in Krishna-bewustzijn optimaal aandacht aan besteden. Dan een paar andere mooie uitspraken van Krishna. Nou, tekst 47 komt Krishna weer terug op hetzelfde punt. Iedereen moet zijn eigen plicht doen conform zijn dharma. Het is een punt wat Krishna keer op keer herhaalt. Blijf bij jezelf. Wees jezelf. Ken je goede en je zwakke punten. En leef daarin. Verkeer niet in illusie. En handel overeenkomstig jouw kwaliteiten. En probeer de zwakheden, probeer die aan te sterken. En je sterke punten nog sterker te maken. Maar in tekst 48 zegt Krishna ook, elke inspanning die je doet, gaat ook gepaard met fouten.
dat is ook een realiteit, een besef wat we moeten accepteren. Hij gebruikt het woord dat net als vuur altijd gepaard gaat met rook. Zal elke handeling die wij verrichten, die zal ook gepaard gaan met fouten. We zijn niet feilloos. Ons bestaan in deze wereld wordt gekenmerkt door het feit dat we imperfecte zintuigen hebben. Dat we in imperfecte situaties verkeren. Dat we met allerlei imperfecties om moeten gaan, inclusief onze eigen imperfecties. Accepteer dat. Natuurlijk, probeer fouten te vermijden. Maar raak niet in paniek als je merkt dat je dingen doet en dat daar ook daardoor fouten gemaakt worden. Leer van die fouten en word er sterker door in plaats van je te laten wegslaan of gedesillusioneerd te raken of ontmoedigd te raken. En Christus zegt hier ook, raak niet ontmoedigd. Weet dat dit gebeurt en probeer ervan te leren. Hij komt nog even terug, want dat is in tekst 50 tot 60 gaat Krishna weer in op het handelen op het hoogste niveau. Hij legt uit van, wat is de ideale zijnstoestand, bewustzijnstoestand van onthechting, je plicht doen, niet gehecht zijn aan de resultaten. Handel volgens je dharma en als je daar toegewijde dienst aan koppelt in de realisatie dat uiteindelijk Krishna de allerhoogste is, dan bereik je perfectie. Zo stelt hij dat letterlijk. En dan zegt hij tekst 61, dat is ook een hele boeiende tekst. Daar zegt Krishna dat wij als het ware, en ik wil hem even voorlezen. De Allerhoogste Heer bevindt zich in ieders hart, O Arjuna, en bestuurt de omzwervingen van alle levende wezens die zich als het ware op een machine bevinden die gemaakt is van de materiële energie. Ja, een prachtige analogie. We hebben het daar al net eerder over gesproken, dat wij niet de doener zijn, maar dat we eigenlijk in een soort machine zitten die wij zelf niet gecreëerd hebben. En per slotverrekening, wij hebben ons eigen lichaam niet gecreëerd. We zijn gewoon geboren door handelingen van onze ouders, die daar eigenlijk verder ook weinig mee te maken hadden, behalve dat ze door de seksuele daad jij in staat bent geweest om geboren te worden. Maar al die processen die vinden plaats buiten ons bereik, buiten ons begrip, als we kijken naar de complexiteit alleen al van het menselijk lichaam, van een onvoorstelbaar niveau waar we eigenlijk helemaal niets van begrijpen. We zitten wel in dit lichaam, maar als het ware op een machine... Waar we ongeveer de pedalen kunnen drukken en aan de knoppen kunnen draaien, maar geen flauw besef hebben van wat er nou eigenlijk echt gebeurt als ik op die pedalen druk of aan die knoppen draai. En hoe de complexiteit van ons materiële lichaam in elkaar zit. Ook de meest briljante chirurgen en dokters staan telkens weer versteld over hoe waanzinnig complex dit menselijk lichaam is. Weer de realisatie van wij zijn niet de doeners. Wij zitten in een machine. Krishna noemt dit, hij gebruikt daar een specifieke tekst voor, Yantra Rudani Mayaya. Yantra Rudani. Yantra betekent machine. Yantra Rudani, we zitten op die machine. Mayaya, omgeven door illusie. Dan komen we eigenlijk uit op tekst 65 en tekst 66. Die ik toch wel zie als de essentie van de Bhagavad Gita, de essentie van het 18e hoofdstuk. Maar eigenlijk ook kun je zeggen de essentie van de hele Gita. Manmana bhavamat bhakto matyasum mam yaskaru. Wacht even hoor, ik pak hem er even bij. Manmana bhavamat bhakto matyasum mam namaskaru. Mam evaisi satyante pratijane priyosime. Krishna zegt, denk onafgebroken aan mij, word mijn toegewijde, aanbid me en breng je eerbetuiging aan mij. Op die manier zul je zeker tot mij komen. Dat beloof ik je, omdat je mijn zeer dierbare vriend bent. Nou, fantastische uitspraak natuurlijk. Denk onafgebroken aan mij en word mijn toegewijde. En in het volgende zegt hij misschien de meest beroemde vers van de Bhagavad Gita, die ook het meest geciteerd wordt door toegewijden. Sarva dharman parichatya, mam ekam saranam vratya, aham tam sarva pabebyo, moksya sami ma suchaha. Laat alle vormen van religie achter je en geef je alleen over aan mij. Ik zal je verlossen van alle reacties op je zonde, vrees niet. Dit is de echte ultieme samenvatting van de Bhagavad Gita.
Denk aan mij, geef je over aan mij in de realisatie dat ik de allerhoogste persoon ben. Ik ben de bron waar alles uit voortkomt. Ik ben de onpersoonlijke Brahmaan. Ik ben de universele vorm. I am the supreme personality of Godhead. En wij zijn allemaal deeltjes en zijn eeuwige dienaren. En dat is ook de essentie van, je kunt zeggen, elke religie. Daarom dat Krishna zegt, niet verwerp alle religies. Hij zegt alleen, realiseer je dat alle religies in die kern, in die zin, tot dezelfde conclusie komen of moeten komen. Dat wij allemaal een deeltje zijn van God. En daardoor automatisch een dienaar zijn van God. En sterker nog, een dienaar van de dienaar van de dienaar van de dienaar van de dienaar van God. Om de juiste gemoedstoestand weer te geven. En want zelfs een dienaar van God zijn is niet zomaar een automatisme. Dat is niet een vanzelfsprekendheid. Dat is een hele uitverkoren situatie. En dus nemen we als toegewijde een heel nederige positie in. En dat is de essentie van toegewijde zijn, is dat je altijd nederig bent. En niet kunstmatig nederig, maar gewoon nederig vanuit het besef dat we maar heel erg nietig en heel erg klein zijn en heel erg afhankelijk zijn. Dus dat is helemaal niet een kunstmatige vorm van nederigheid. Het is gewoon een nederigheid die voortkomt uit een heel diepgaand realiteitsbesef. Dat we eigenlijk maar heel erg onbelangrijk en minuscuul zijn. Maar dat we desondanks onze minuscule positie een eeuwige relatie hebben met datgene wat uiteindelijk het allerhoogste, het allergrootste, het allerbelangrijkste is in het universum, namelijk God zelf. Wij hebben daar een persoonlijke relatie mee. En ja, Krishna zegt, realiseer je dat die relatie daar is en neem je positie in ook als dienaar in die realisatie. En dan nog in de juiste gemoedstoestand als dienaar van de dienaar van de dienaar van de dienaar. En dat is wat de essentie is van Bhakti Yoga, van Krishna bewustzijn. Dat is de essentie van de Veda's, is de essentie van de Bhagavad Gita. Samengevat in deze twee prachtige mooie versen. Sarva dharman paritatya mam ekam saranam vratya hamtam sarva pabebyo moksha sami masuchaha. Dan de laatste teksten in de Gita komen eigenlijk weer terug op het slagveld van Kurukshetra. Waarin uiteengezet wordt dat het gesprek tussen Krishna en Arjuna werd waargenomen door Sanjaya. En die dat vervolgens weer doorgaf. En sprak over deze fantastische gebeurtenis en deze verheven teksten, deze dialoog tussen Krishna en Arjuna. Dus even kijken wat Sanjaya zei. Zo heb ik het gesprek gehoord tussen twee grote zielen, Krishna en Arjuna. In deze boodschap is zo wonderbaarlijk dat mijn haar overeind staat. Dus Sanjaya had mystieke krachten, die kon op afstand zien. Want hij bevond zich niet op het slagveld, maar hij kon op afstand zien, telepathisch, wat het gesprek wat plaatsvond tussen Krishna en Arjuna. En hij zegt, zo heb ik het gesprek gehoord tussen twee grote zielen, Krishna en Arjuna. En deze boodschap is zo wonderbaarlijk, dat mijn haar overeind staat. Nou, ik denk dat eigenlijk elke keer weer als we de Bhagavad Gita zo bestuderen en bekijken, dat telkens weer opnieuw onze haren overeind kunnen staan, want deze boodschap is natuurlijk eeuwig. De boodschap is tijdloos en zo diep waar en zo van toepassing op ons bestaan, zowel individueel als collectief als maatschappelijk in deze wereld, dat het werkelijk een genoegen is en ook de grote voorrecht wat we hebben dankzij de inspanningen van Srila Prabhupada, en we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van hoe Srila Prabhupada naar het Westen gekomen is, met helemaal niks en een hele zware reis heeft moeten meemaken op oudere leeftijd. De Hare Krishna beweging begonnen is in 1965 en 1966 in New York, waar hij geen ziel kende. En waar hij terecht kwam in een soort hippie community en daar vanuit de eerste toegewijde recruteerde. En uiteindelijk binnen een paar jaar
een wereldwijde beweging neerzetten die de meest briljante filosofie verspreidt, zowel wetenschappelijk, filosofisch als religieus en spiritueel, die er op deze aarde bestaat. En dat is het Vaishnavisme. En dat hebben we allemaal te danken aan Srila Prabhupada. En dat is de reden dat we hier deze bijeenkomst hebben. Ook via Zoom weliswaar. Op zich een aparte ervaring. Maar het werkt heel erg efficiënt en heel erg goed. Dus prachtige technologie die we kunnen gebruiken in dienst van Krishna. Maar we moeten ons altijd weer bewust zijn van het feit dat dankzij Srila Prabhupada wij het grote voorrecht hebben om dit onderwerp te kunnen bediscussiëren met elkaar. Dat Srila Prabhupada die fantastische taak heeft uitgevoerd om al deze teksten vanuit het Sanskriet te vertalen naar het Engels en andere westerse talen die wij kunnen begrijpen. En daar kunnen we alleen maar eeuwig dankbaar voor zijn. En wat ik zei en vele malen herhaald heb, deze boodschap is tijdloos. Volledig van toepassing ook op alle dingen en gebeurtenissen die wij meemaken in ons leven, in deze samenleving, met al zijn complexiteiten, die weer zo anders is dan misschien 500 jaar geleden toen Chaitanya Mahaprabhu op deze aarde rondliep en de Hare Krishna mantra chantte. In opvolging van de boodschap van Krishna zoals hij gegeven heeft in de Bhagavad Gita. Het is aan de andere kant zien we, we leven in een wereld die gedomineerd wordt door toch nog heel erg atheïstisch-achtige filosofieën. En ik heb in het begin al iets gezegd over het boek wat ik geschreven heb, want ik vind het juist om de schoonheid en de diepte en de waarheid van deze filosofie en de Bhagavad Gita, om die te kunnen verbreiden, hebben we tegelijkertijd ook een enorme taak om de muur van onwetendheid en illusie, die ook opgeworpen is, onder andere door de wetenschap, dat we daar een zware taak aan hebben. En de intentie van mijn boek was om te proberen ook die muur te slechten, om te kunnen laten zien aan de hand van wetenschap, en dat we hier niet te maken hebben met een geloof. Want dat wordt ook vaak, ja, je hebt geloof en dan heb je wetenschap. Nou, je hebt mensen die geloven, oké, daar kun je respect voor hebben omdat ze geloven. Maar dit heeft eigenlijk niets meer te maken met geloof. Het Krishna-bewustzijn is niet een geloof wat je zomaar gelooft omdat iemand anders het zegt. Het is eigenlijk een filosofie die zo diep geworteld is in filosofische rationaliteit en wetenschappelijke data en informatie. Je kunt hier niet meer spreken van een geloof. Dit is een wetenschap. En natuurlijk, in een wetenschap heb je ook te maken met geloof. Hè? Laten we daar duidelijk over zijn. Ik bedoel, het feit dat we hier zitten en dat we allemaal ingeschakeld hebben op Zoom, is omdat we allemaal geloof hadden dat onze internetcapaciteit en onze wifi zou functioneren. We hebben ook het geloof gehad gisteravond toen de zon onderging, dat hij vanochtend weer op zou komen. Dat is ook een geloof, want we weten het niet 100% zeker totdat je het doet. Je weet niet 100% zeker dat vannacht de zon weer ondergaat totdat het gebeurt. Dus in die zin is elke menselijke activiteit heeft een element, een component van geloof in zich. Vertrouwen in de toekomst gebaseerd op de gegevens uit het verleden. Dat is wat wetenschap is. We analyseren het heden en het verleden. En dat kunnen we extrapoleren naar de toekomst. Zo hebben we natuurwetten ontdekt, de wet van de zwaartekracht. Als ik een dubbeltje laat vallen, dan valt die nu. En als ik hem over 10 minuten laat vallen, dan valt die ook. Die wet is dus constant. Maar 100% zeker weten doen we het niet. We weten niet zeker of over 10 minuten de wet van de zwaartekracht nog steeds op dezelfde manier werkt. Nou, dus in die zin is elke filosofie, elke wetenschappelijke doctrine, inclusief het Vaishnavisme, daar zit natuurlijk een element van geloof in. Maar het is gebaseerd op reden. Het is gebaseerd op aannemelijk geloof. Het is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs uit het verleden, waardoor we kunnen vaststellen dat het in de toekomst op een soortgelijke manier zal plaatsvinden. Nou, wat is nou dat wetenschappelijke bewijs? Waar ik in het begin even over sprak ten aanzien van mijn boek. Wat wetenschappers ontdekt hebben, er zijn in de afgelopen 100 jaar... enorme ontwikkelingen geweest. Dat begon eigenlijk met Albert Einstein, de ontdekking van relativiteit.
wat Einstein ontdekte vooral is dat materie en energie hetzelfde zijn. En dat is eigenlijk wat Krishna bewustzijn, wat de Veda's ons leren. En wat is nou de bron van het materiële universum? Dat is Brahman, dat is een energieveld. Nou, Einstein was eigenlijk de eerste wetenschapper die dat op die manier formuleerde. Hè, met de beroemde vergelijking E=mc². Energie is massa in het kwadraat maal de snelheid van het licht. Om aan te geven dat de hoeveelheid energie die in een klein klompje materie zit, gigantisch is. Maar desalniettemin is energie en materie zijn transformaties van elkaar. Dus energie kan getransformeerd worden in materie. Materie kan teruggetransformeerd worden in energie. Bijvoorbeeld bij een kernbomexplosie. En dan zien we dat stukjes materie, uranium, exploderen en weer energie worden. Nou, dat is de eerste realisatie. Toen kwam in de jaren 20 de kwantumfysica. Daar werd ontdekt dat eigenlijk alles in het universum, inclusief atomen, energievelden zijn. En dat die energievelden eigenlijk op een hele mysterieuze manier werken, waarbij uit het niets ogenschijnlijk ineens atomen tevoorschijn komen. Nou, verder bordurend op deze kwantumleer, de kwantummechanica, is men in de afgelopen 40 jaar tot realisatie gekomen dat dat quantum field, zoals men dat noemt, dat dat eigenlijk geen, want dat is natuurlijk de vraag, hè, is dat een dom veld of is dat een intelligent veld? Ja, nu is de conclusie dat dat veld, dat energieveld, die Brahman, hè, die Einstein ontdekte, staat aan de basis van het heelal. En waar de kwantumfysica ontdekte dat er allerlei mysterieuze processen plaatsvinden. Nu is de realisatie in de laatste 40 jaar dat die processen intelligent moeten zijn. En hoe is dat nou ontdekt? De ontdekking is als volgt gegaan. In de afgelopen 100 jaar hebben we ook ontdekt dat er 4 basiskrachten zijn in het heelal. De zwaartekracht, het elektromagnetisme, de sterke kernkracht en de zwakke kernkracht. Die 4 krachten, dat zijn constanten, dat is een natuurkundige term, maar dat betekent een kracht die geen oorsprong heeft, die dus ook onafhankelijk bestaat, maar wel een specifieke waarde heeft. Nou, wat heeft men ontdekt? Is dat die 4 krachten, dat zijn constanten, die bestaan onafhankelijk van elkaar, maar ze hebben exact de juiste waarde, waardoor het universum überhaupt kan bestaan. Waardoor bijvoorbeeld een atoom kan bestaan. Een waterstofatoom, het kleinste atoom in het periodiek systeem, is eigenlijk een heel delicaat klein universumpje, wat bij elkaar gehouden wordt, miljarden jaren lang, door die 4 krachten. Die exact de juiste verhouding hebben waardoor een atoom miljarden jaren stabiel is. Door die 4 krachten en die verhoudingen ontstaat er kernfusie, waardoor de zon kan ontstaan. Door die 4 krachten ontstaan er uiteindelijk stelsels, zonnestelsels, melkwegstelsels, met daarin planeten zoals onze aarde met levende wezens, die nog weer veel complexer zijn, maar die allemaal bestuurd worden door die 4 krachten. Die 4 krachten, en dat is het grote mysterie, die bestonden al, en dat is wat wetenschappers ontdekt hebben, uitgaande van een oorsprong van het universum, de Big Bang, de oerknal zoals die wel genoemd wordt, dat in de eerste miljardste van een miljardste van een miljardste van een seconde, gedurende die Big Bang, die 4 krachten al perfect met elkaar in evenwicht waren. En de kans dat dat bij toeval gebeurd zou zijn, is, en dat is op basis van wiskundige waarschijnlijkheidsberekeningen, is dat volstrekt onmogelijk. Het is niet onwaarschijnlijk of heel onwaarschijnlijk of heel, 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 heel onwaarschijnlijk. Nee, het is volstrekt onmogelijk. Ik zal niet ingaan op alle wiskundige analyses die daar aan de grondslag liggen, maar het is gewoon een feit, en dit wordt ook door wetenschappers geaccepteerd, dat deze werkelijkheid, deze materiële wereld, bestuurd wordt door die 4 krachten en dat ze op een onverklaarbare manier exact met elkaar in evenwicht staan en de juiste verhouding hebben. En de kans dat dat dus ontstaan zou zijn bij toeval is dus volstrekt onmogelijk. Dus het enige alternatief is, als het geen toeval is, dan moet het dus intelligente coördinatie zijn. En vandaar dat de titel van mijn boek is ook Intelligentie of Chaos, als de 2 mogelijke alternatieven voor het uitleggen van het bestaan van het universum. Het is of bij toeval gebeurd,
of het is door intelligentie en intelligente coördinatie gebeurd. Een middenweg bestaat er niet. Er is geen alternatief, er is geen derde mogelijkheid. Het is of dat of dat. Nou, als wetenschappelijk aangetoond wordt dat het niet door toeval heeft kunnen plaatsvinden, dan moet het dus wel op basis van intelligente coördinatie hebben plaatsgevonden. En dat is eigenlijk het ultieme godsbewijs. En dat is wat ik in mijn boek probeer duidelijk te maken. Er zijn vele wetenschappers die hier ook over geschreven hebben, die dat volledig ondersteunen. En ook atheïstische wetenschappers ontkennen dit niet. Alleen die hebben een trucje bedacht om toch het atheïsme te kunnen handhaven. Zeggen ze, ja, maar dit is niet de enige Big Bang geweest. Dit is niet het enige universum. Er zijn oneindig veel parallele universums die er bestaan, met oneindige hoeveelheden Big Bangs, waar al die vier krachten telkens weer andere waarden hebben, en wij toevallig net in het universum zitten waar ze de juiste waarde hebben. Dus weer een toevalstreffer. Het probleem alleen met die theorie is dat, allereerst zegt hij, het universum, het woord universum betekent het alomvattend, dus buiten dit universum kunnen er geen andere universums bestaan, want dat is de definitie van een universum, namelijk dat het om alles omvat. Ten tweede, als die parallele universums zouden bestaan, dan bestaan ze in een totaal andere werkelijkheid waar wij helemaal niets mee te maken hebben of ooit kunnen hebben. En waardoor het wetenschappelijk per definitie niet verifieerbaar is. Nou, een van de wetenschappelijke definities van wat wetenschap is, is wat men noemt het verifieerbaarheidsprincipe. Dat iets, als jij een wetenschappelijke stelling poneert, dan moet dat in principe verifieerbaar, moet het aantoonbaar zijn. Nou, die alternatieven of die parallele universums per definitie zijn nooit aantoonbaar, dus nooit verifieerbaar. Dus het is een volstrekt onwetenschappelijke theorie, wat wetenschappers zelf ook toegeven. Alleen ze zeggen, ja, als je moeilijkheden hebt met het accepteren van het bestaan van God, dan is dit misschien een oplossing voor een atheïst om er toch onderuit te komen. Maar het is een hele zwakke oplossing. Dus voor het eerst zien we in de geschiedenis dat tafels omgedraaid zijn. Dat vroeger altijd de wetenschappers, theologen en spirituele mensen ervan betichten dat ze met onbewijsbare theorieën kwamen. Nu is het precies omgedraaid. Wij hebben een bewijsbare theorie dat het universum niet uit toeval heeft kunnen ontstaan. Bij toeval heeft kunnen ontstaan. En wetenschappers komen nu met een theorie die volstrekt onbewijsbaar is, om aan te tonen dat het misschien eventueel toch had gekund. Dus dat is waar mijn boek over gaat. En wat Srila Prabhupada, die was ook heel erg gesteld op het omarmen van de wetenschap, om te laten zien dat het Vaishnavisme niet een of andere sentimentele religieuze doctrine is. Een van de voor mij beroemdste uitspraken van Prabhupada, die mij, en toen ik in 1971 in contact kwam met de devotees, die mij het meest overtuigde, is dat Prabhupada zei, de religie zonder filosofie wordt sentimentaliteit en sectarisch. Terwijl filosofie zonder religie wordt oeverloos mentale speculatie. Nou, dat is eigenlijk precies waar het op neerkomt. Religie, spiritualiteit, gekoppeld aan wetenschap en filosofie, dat is de ultieme oplossing, waardoor we weten dat we niet in een of ander sentimenteel verhaal terechtkomen, of dat we alleen maar oeverloos aan het speculeren zijn. Dit leidt tot daadwerkelijke conclusies. En dat is ook de kracht van het Krishna-bewustzijn. Natuurlijk, het is een religie, het is een spirituele beweging, maar het is tegelijkertijd gefundeerd op hele krachtige filosofische, logische en wetenschappelijke argumenten, waardoor het beslist geen zweverige beweging is voor alle mensen die op zoek zijn naar een ultieme zweverigheid. Dat is dit beslist niet. En ook de beoefening van het Krishna-bewustzijn, sadhana-bhakti, dat is ook beslist niet zweverig. Srila Prabhupada was daar eigenlijk heel erg straightforward in. In tegenstelling tot toen hij in de jaren 60 daar naar het Westen kwam, waren er heel veel gurus al uit India gekomen. Guru Satchitananda, guru
alle namen even vergeten, overwegend Mayavadi-gurus. Ja, die waren nogal zweverig en ja, dan komt het altijd neer. Ja, je bent God, maar oké, je zit dan in deze materiële wereld. Het is een soort illusie, maak je geen zorgen, want het bestaat niet echt. Weet je, en heel veel zaken werden niet echt benoemd. En natuurlijk, de Mayavadi-filosofie heeft in die zin zijn aantrekkelijkheid juist vanwege het zweverige. En net zoals heel veel mensen zeggen van ja, ik geloof niet echt in God, maar ik geloof wel dat er iets is. Ik noem dat het iets-isme. Maar wat is dan dat iets-isme? Wat is dat iets dan? Ja. Nou ja, meestal kom je dan uit op een soort onpersoonlijke energietoestand, wat dan het goddelijke zou moeten zijn. Maar dat klopt ook. De Mayavadi-filosofie, de impersonalistische filosofie, is ook aantrekkelijk, ook voor mensen die naar het agnosticisme of het atheïsme neigen, omdat het toch een soort uitweg biedt van er is wel iets hogers of iets anders. Maar dat kan zeker niet God zijn. Dus dat... Ja, eigenlijk wil ik het hierbij laten. Ik vind dat dat misschien wel een mooie afsluiting ten aanzien van het 18e hoofdstuk, de conclusie van de Bhagavad Gita en eigenlijk de conclusie van de Veda's. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik vond het een grote eer. Ik vond het met heel veel genoegen gedaan. En ik hoop jullie binnenkort weer te zien, in ieder geval via Zoom of wat dan ook. Maar dit was een... voor mij een bijzondere ervaring. Ik heb al eerder met Zoom zo gewerkt, maar niet in deze omvang. Dus ik vond het uitermate prettig om zo te doen. En nogmaals dank voor jullie aanwezigheid en aandacht. Hare Krishna.